Hallo kijkers van Shine Sprites, het is tijd voor aflevering 6 van Pokémon Sword and Shield Avatar Lock met Jordi van de Subpar Guys. Hallo Jordi. Hallo Milan. Ga je dit keer wel de team recap doen of ben je al met elkaar praten? Ja, nee. Ik heb even gewacht met naar Hop gaan. Want ik moest wel een team recap doen, want ik heb getraind, zoals jij had voorgesteld, van ga even trainen. Ja, en dat was een goed idee. Even de levels gelijk trekken, dat niet nog steeds Pokémon heeft van level 5 of 6. Nee, precies. Ik heb nu wel een redelijk hoge Raboot, maar het is wel een vuur Pokémon, dus daar heb ik toch niet zo heel veel aan straks tijdens de gym. Nee, maar die is level 26 met Flame Charm. Ja. Ja. Wat op zich nog mee? Als ik vaak hoor van het is hoog, dan denk ik, oh, hij is level 30. Nee, level 26. Niet super. Oké, valt nog mee. Hij heeft Flame Charge, Double Kick, Tackle en Quick Attack. Okay. Dan heb ik Po, de Pancham van level 22 met Low Sweep, Circle Throw, Tackle en Taunt. Ja. Dan heb ik UFO, de Doddler van level 22 met Struggle Bug, Confusion, Light Screen en Reflect. Onderbreek je heel even. Ja? Voor mensen die in de comments gaan zetten van ik heb Blitbug niet goed gedaan in de template. We waren dingen aan het vangen. Screw me. Oh, het was er iets fout gegaan. Oh, nou, dat kan gebeuren, toch? Nee, ja. Klopt, maar dat is altijd met die dingen van templates als je met Pokémon bezig bent. Je vergeet altijd iets. Ja, ik herken het heel erg. Dat is echt geen probleem. We hebben Bolt, de Electrike van level 21 met Shockwave, Thunderwave, Bite en Quick Attack. Ik heb Sirius, de Yamper van level 21 met Spark, Bite, Nuzzle en Tail Whip. En als laatste heb ik Amp, de Toxel van level 20 met Nuzzle, Acid, Flail en Growl. Oké, dan is het tijd voor mij. Mijn is niet zo hoog. Ik heb een level 23 Tranquil, ofwel Spagonia, met Growl, Erketer, Quick Attack en Taunt. Nou, net voor de recording heb ik met Milan even getraind voor mijn Pumpkaboo naar een Gorgeist. Dus nu hebben we Gruntilda, de Gorgeist, met Shadow Ball, Shadow Sneak, Seed Bomb en Razor Leaf. Dan heb ik Kanoli, de Alcremie, met Tri-Attack, Sweet Kiss, Magical Leaf en Draining Kiss. Ja, het is ons geluk om even een Sweet te krijgen tussen de recordings. Ja. Dan heb ik Faith, de Esper, met Psybeam, Fake Out, Disarming, Armoring Voice en Energy Ball. Verhaier, de Squawvet, met Body Slam, Brutal Swing, Bite en Stuffed Cheeks. En Yubrew, de Golett, met Low Kick, Nightshade, Pound en Shadow Punch. En enige reden waarom Squawvet er nog in zit, ik vind een nickname leuk. Enige reden. Oké. Okay. Dan wordt het tijd om... Soms heb je dat, hè? Ja, dat klopt. Dan wordt het tijd om met Hop te gaan vechten. Spannend. Je bedoelt afslachten. Ah, nou ja, dat hoop ik. Het is Hop. Dat hoop ik. Woeloo. Tadamtsch. Ja, te dumpt. Ja, hij was eigenlijk niet eens een te dumpt waard. Nou ja. Maar ja, in de tussentijd... Nee, ik heb tussendoor wel een beetje gegrind. En voornamelijk een beetje rond de wild area bezig geweest. Want ja, raids zijn handig voor TR's. En candy is altijd handig. Want je weet maar nooit wat er tijdens recording kan gaan gebeuren. Nee, dat is wel goed. De volgende keer moet ik het ook daar doen. Want ik heb het niet daar gedaan. Ik heb gewoon in de route waar ik was, heb ik getraind. Oké. Nee, dat is iets wat ik zelf heb geleerd met recordings. Altijd tussendoor even op routes checken of ik nog items kan fixen. Of in Sword and Shield geval. En ja. Dat is het mooiste aan Sword and Shield. Experience candy. Ja. Er zijn heel veel dingen mis met deze game. Maar het feit dat experience candy in zit... Nou, ik zit is wel heel goed. Ik zit nu weer te battlen en dan denk ik echt... Wow, wat is deze game zo vet. Zo mooi, zeg maar. Ja, ik heb echt er niet genoeg gewaardeerd op een of andere manier. Ik word echt gewoon vrolijk als ik deze game speel. Ja. Ik ben ondertussen, terwijl ik met Hop... Oh, for fuck's sake, dat is nooit iets goeds. Alvast aan het kijken naar heel Burry. Maar ja, mijn air cutter raakt niet echt goed. Even kijken, 30 damage van er al mee. Even kijken. We hebben de rot uit onszelf, hè? Volgens mij wel. Ja, die heb je meteen. Ja, dan kan jij al iets vangen in Hillbury. Chinchou?
Je raadt ook nog goed. Het is Chinchou. Ja? Ja. Ja, ik dacht een elektrische Pokémon en dan in het water. Dus ik dacht, ja, dan moet Chinchou zijn. Precies. Dat is wel nice. Ik heb nog geen water Pokémon. Welke... Ja, in ieder geval onze kan ik grass-type krijgen, want andere optie is hier nog een Mencino ruilen voor een Cottony. Maar ja, in ieder geval ons mag een grass-type, dus we houden gewoon de Mencino. Oké, hebben we dat gehad? Hoe staat het met jou met Hop? Ik moet alleen Twacky nog. Oké. Maar alles gaat vlekkeloos hoor, dus... Ja, ik heb zijn hele team voor nu klaar, alleen moet alleen zo'n Raboot. Oké. Maar ja, dat is echt van... Hop heeft echt, wat ik hem even noem, een carry team. Heel veel early game mons. Ja, precies. Oeh, hij doet Super Potion op zijn Twacky. Wat een hater. Of hij is heel slim. Ja, dat vooral, maar dat zeg ik niet. Maar ja, die credits geef ik niet. Op het moment kunnen ze toch niet one-shotten. Nee, dat is waar. Nou, Twacky is dood. Auw. 21 damage van een flame charge. Dat is niet fijn. Nee. Nou ja, wat is het volgende? Ik vind het zo mooi wanneer ik dingen ga growlen. Zo van, jongens, plus. Het duurt alleen maar langer. Ja. Oké, 1 Shadow Punch nog. Ik kreeg een revive. Oké, is het een crit of is het... Het is geen af, domme. Het was geen crit, maar het is wel een max golf. Dat is wel ruk. Had jij nog een beetje ingeslagen qua items of dat niet? Nee, dat doe ik wel zo meteen in. Ja. Ik heb echt alleen maar getraind. Oké, fair enough. Ik ben ook vergeten dat Golett kluts had. En ik denk van, weet je wat, ik gebruik Golett heel vaak. Laat ik een leftovers erop stoppen. Golett heeft kluts. Ja, niet zoveel zin. Nee, waar heb je nou in die leftovers vandaan dan? Weet je waar de Steelix is? In de wild area? Ja. Yeah. Daar heb je een heel klein hoekje. Oh, klopt. Ja, ja. Ja, klopt. Nou, dat doe ik wel als we daar weer komen. Fire resist ding. Ik ga even kijken hoeveel Alcrim in dit kan tekenen van Raboot. Ja. Want ik heb 3 kraals om gekregen. Dus mijn code is useless. Oké. Nou, we gaan zien. Maar ik heb nooit eerder een Alcrim gebruikt in een fight in deze game. Dus ik heb geen idee hoe goed die is. Nee, ik heb hem ook nog nooit gebruikt. Nou, ik kan eerlijk gezegd nog goed een special attack teken. Dat is in ieder geval iets. Ja, hey, op het moment... Ik heb voor een groot deel mijn ijsprobleem opgelost, maar... Liever heb ik bij wijze van spreken, wanneer we later aan de wild area gaan, misschien nog een bronzor. Dat ik die nog even altijd kan gebruiken als die in de back zit. Mm-hmm. Laten we heel eerlijk zijn, niks skilled aan bronzong. Ja, bronzong zijn wel nice, ja. Ik heb hem nooit echt gebruikt, alleen altijd als ik er tegen eentje moet, dan word ik altijd chagrijn omdat hij zo bulky is, zeg maar. Altijd lekker bulky, hè? Mm-hmm. Altijd mooi die bulk. Bronzong samen met Skuntanks bij de twee Pokémon die ik vaak gebruik in Diamond and Pearl. Omdat bronzong is zo'n common mon. Ja, competitive zeker, ja. Alleen zie ik hem niet heel vaak gebruikt worden in playthroughs, zeg maar. In playthroughs die ik kijk dan, zeg maar. Nee, want over het algemeen, hij is traag. Qua movepool valt ook wel mee. Het enige wat hij goed kan later is Gyro Ball. En voor de rest gebruik je hem als support mon. Of, ik kan deze niet taken. Oh, dan ga ik heel even naar mijn bronzong, even alles healen. En dan kan ik weer iets anders pakken. Ja. Ik weet het niet echt heel eerlijk tegenover de bronzong, maar... Nee. De wat nuttigere Pokémon's blijven dan wel leven. En daar gaat het voornamelijk om. Ik ben inmiddels in Hillbury. Ja, ik ben nog steeds... Ik heb net op verslagen. Duurde even langer. Even nog... Had je ook al de twee trainers gefixt of ja. Niet? Ja, die moet ik nog fixen. Maar die waren niet al te moeilijk, hoor. Oké. Dan kan je ondertussen alvast gaan vissen voor jouw Chinchou. Ja. Barracuda, is die alleen water? Is alleen water. Beetje jammer.
Ja, ik weet niet wat voor type hij nog meer zou moeten hebben. Dark of zo. Qua bite en zo. Ja, op zich. Want hij heeft wel iets weg van een Carvana, hè? Ja, precies. Beetje piranha-achtige. Nee, ik kan het zien. Maar ja, dan, op zich, Rock zou ook wel kunnen met Barracuda. Ja, ja, klopt. Vanwege dat gezicht. Want hij heeft wel iets weg van een Relicanth. Nu is Milan aan het nadenken, hoe was mijn Relicanth ook alweer? Nee. Ik vond Relicanth altijd een hele vette Pokémon. Maar hij had nog een evolutie verdiend, zeg maar. Ja, maar dat zijn met zoveel Pokémon. Die verdienen het of ja, een klopt. Evolutie of een kleine boost. Want er zijn heel veel Pokémon die krijgen met de generaties gewoon een kleine boost in de stats. Mm-hmm. Of 10, 20. Maar ja, dat heb je met meerdere. We hebben het al gehad over alle Momona. Ja. Yeah. Laten we daar niet nog een keer over hebben. Nee. We gaan nu hebben over Dunsparce. Ja, Dunsparce. Maar ja, die verdient ook een evolutie. Maar ik vind het irritanter dat Luftdisk niet in Alomomola evolueert dan dat Dunsparce geen evolutie heeft. Ja. Even kijken, wat zijn nog meer van die rare mons die eigenlijk niemand gebruikt? Dunsparce is een makkelijke. Delta. Ja. Oh, Skiddy kwam ik trouwens net tegen. Die heb ik niet echt geëncounterd, maar die hadden we wel mogen vangen. Die hebben we mogen inderdaad vangen. Ik vind het zonde van een Moonstone, maar ja, die mogen we technisch gezien wel vangen. En zonde van de Pokeball. Nou, dat niet. Je kan altijd gebruiken van, oh shit, ik moet tegen een sterk iemand. Skiddy, nu ben je de vodder. Als een soort van scapegoat, zeg maar. Ja. Altijd mooi gebruiken als scanner fodder. Ja. Nooit verkeerd. Oeh, 5 netballs. Die kan ik wel goed gebruiken voor Chincho. Mm-hmm. Nou, ik ben ook eigenlijk in Hillbury. Maar ja, in Hillbury kan ik niks vangen. Echt, pas wanneer in de wild area zijn, kan ik pas echt dingen gaan doen. Tot die tijd is echt zo van... Oh, hier. Ik heb nog een Pokémon gevonden die echt niemand gebruikt. Nou, welke? Basculin. Ja, oké, maar Basculin ten eerste evolve niet... Nee, precies, maar die verdient dus ook een evolutie. Net ja, als klopt. Klopt. Weet je hetzelfde als... net zoals Dunsparce een evolutie, maar dat je ook nog die kleuren houden. Dus de blue line en de red line. Ja. Ja, precies. Dus, dat je dat nog erin houdt. Want ik heb een shiny Basculin, maar die is echt gewoon zowat niet anders. Hebben ze de kleuren omgedraaid en gewoon zeggen, ja, het is nu een shiny? Dat had wel heel erg geweest. Maar nee, ze hebben gewoon dat groene, zeg maar. Hey, Chincho. Ja. Ze hebben dat groene, hebben ze iets lichter groen gemaakt. Dat was het. Dat verdient niet eens een reactie. Nee. Dat is gewoon nee. En volgens mij hebben ze het rode streepje oranje gemaakt en het blauwe streepje lichtblauw, zeg maar. Ik had het zo leuk gevonden als gewoon de kleur omhoog gereden. Ja, het is nu shiny. Ja. Maar dan ben je echt een savage. Ja, maar dat is toch ook gewoon fun. Ja. Yeah. Oké. We hebben hier geen nieuwe dingen. Nope. Hoe zit het met jou met Super Potions? Ik heb net Super Potions gekocht. Oké. Mooi. Dus ik heb er genoeg. Dan ga ik me even voorbereiden. Die staat vooraan. Even kijken, moet ik nog iets doen qua... cleaning, want ik weet dat in Hillbury een paar items zijn die je nog mee kan nemen. Oh ja, je hebt twee electric types, zowel Yamper als Electric in je team of alleen Yamper? Yamper en Electric, en ik ga zo meteen Chincho ook in mijn team doen als ik hem kan vangen. Oké, links onderin in Hillbury, dus wanneer het Pokémon Center iets naar onder gaat, zie je een trap. Trap heet maar naar beneden volgen en heb je een magnet. Oeh, nice. Ik zit nou te denken, maar ik heb ook een charcoal gekregen. Die kan ik wel aan Reboot geven. Dat is zeker handig. Oké, ik heb de Chincho gevangen. Dat deed je mooi snel. Ja, ja, netbal hè. Dan gaat het snel. Nou, alsnog. Soms blijf je 20 pokeballs gooien tegen iets en dan gaat hij alsnog niet in. Oké, volgens mij heb ik alles gedaan wat ik kan doen qua voorbereiding. Dan moet ik alleen nog even Nessa... triggeren.
Dus ik zag van, ja, onze gymleader is er niet. Oké, waar is hij dan? Ja, dat weten we niet. Staat letterlijk 10 meter naar de rechterkant. Hé, hey, super gevonden. Heb je ooit die leak-kaarten gelezen? Van alle gymleaders? Nee. Sommige zijn best gaaf. Oké. Zoals Nessa was een model. Oké, snap ik. Even kijken. Oké, en dan geef ik jou nog één tip. Achter de lighthouse ligt Electroweb. What the fuck, waarom rijd ik daar nou net voorbij? Even kijken. Achter de lighthouse. Oh, ja. Oh, als ik jou toch niet had, hè. Nou, ik kan niet beloven dat alle Electro-types het kunnen leren, maar... Nee, maar ik heb 4 Electro-types, waarvan ik er zometeen 3 in mijn team doe, zeg maar. Dus zal er vast wel eentje. Wat is er? Nee, gewoon. Ik heb 3 of 4 Electro-types. Ik kijk naar mijn team. Nul. Ik heb een Grass-type. Jee. Kijk niet naar de Hexorus. Ik heb een Jotic. En dat is alles wat bruikbaar is voor mij bij de gym. Ja, alleen mijn probleem is wel dat al mijn elektrische Pokémons nog niet echt goede aanvallen kunnen, zeg maar. Klopt. Nee, alleen ik heb straks wel 2 die Spark kunnen. Dus Spark is op zich nog wel oké. Maar ik heb ook Pokémons met Nuzzle. Ja, die kunnen gewoon niet zoveel. Nee, maar je kan ze wel meteen paralyzen. Dat is waar. Maar ja, dat kan ook. Ja, dat klopt. Nou, ik ga alvast de gym in. Oké, dat is goed. Ik doe dat zo. Even kijken. Ik praat even met Bulguy. Och, ik heb 4 Electric-types. Ze kunnen allemaal geen Electroweb. Wauw. Rip. Yup. Dikke rip. Waarom zijn de uniforms zo fucking duur? Heb jij trouwens de Sharp Beak gevonden waar je Milky kan vangen? Nope. Oh, daar heb je aan de rechterkant bij het water heb je Sharp Beak. Misschien dat je daar straks nog voor terug kan. Dat is wel handig voor jouw vliegende Pokémon's. Ja, fix ik later wel. Want op zich, wij hebben geen Fighting Gym hierin, dus... Nee, dat klopt. En Grass Gym hebben we wel gehad. Grass Gym hebben we wel gehad. En de volgende keer waarin Flyers echt handig kunnen zijn, is... Nergens. Nee. Helemaal nergens. Ja, misschien voor random trainers, zeg maar. Ja. Maar nee, dus voor de rest zijn ze gewoon niet meer useful. Nou ja, we hebben Mario's gym al kort behandeld. Maar wat vind je eigenlijk van Nessa's gym? Ik vind de puzzel leuk. Ik vind dat ze dat leuk hebben bedacht. Dat vind ik trouwens bij elke gym, hoor. Maar, of bijna bij elke gym. Maar ik vind de puzzel leuk. En ik wil elke trainertje proberen te verslaan. Want eigenlijk moet mijn Jamper nog even wat levels. Zodat hij nog net voor de gymleader boltend wordt. Oké, maar welk level is hij? Hij is 22. Volgens mij wordt hij 25 boltend. Ik zal voor jou nakijken. Ondertussen ben ik met Gorgeous bezig om alles te killen. Doe dat maar. Want Gorgeous is maar level 20. En ik wil graag kijken of ik een beetje kan boosten. Level 25 evalueert hij. Ja. Wel een beetje geluk. Oké, het feit dat Gorgeist en Timpel niet kan one-shotten met Razorleaf zegt mij genoeg. Ja, dat zegt inderdaad genoeg, ja. Want Timpel die is ook niet eens echt heel erg goed, zeg maar. Nope. En die is nog geen ground, dus het is nog geen 4 keer. Alsnog. Het is een Timpel. Ja, dat is waar. Weet je wat, ik had nog wel wat candies, daar ook direct even in. Maar dat is het mooiste aan de candies, gaan op basis van experience. Timpel kan mudshot, dat is kut zeg. Yep. Here we go. Oké, gelukkig kan mijn Yamper hem wel one hit KO, dus dat is... Dit is misschien iets weer te... Ik denk altijd dat S-candy veel minder is, maar het is op zich nog best veel. Dat wat? S-candy. Oh ja. Ik denk iedere keer, oh, dat is maar 100. Oeps, het is 800. Dus ik ben iets over de top gegaan nu met mijn Gorgeist. Oh, nou ja. Weet je, ik heb er geen last van of zo. We spelen niet tegen elkaar. En de tweede, ook al zal een cage smash hebben, dan zijn de levels toch iedere keer 50. Dus... Yeah.
Maar kan jij me uitleggen waarom er geen Granblue in deze game zit? Omdat hij saai is? Of is dat niet een goede antwoord? Vind je Granblue vet? Je staat in mijn top 10. Maar ik vind het zo raar. Want het is een, echt een pitbull. Mm-hmm. En je zou zeggen, oké, pitbulls. Engeland. Ja, oké. Okay. Ik zie waar je naartoe gaat. Net zoals met Stoutland. Maar Stoutland kwam terug in de DLC. Ja, dus Stoutland dat vind ik helemaal ik zeggen. Alleen. Oké, Granblue is dan nog best vet. Alleen, Granblue is eigenlijk pas vet sinds hij Fairy-type is. En omdat hij al zo lang voor mij minder vet is geweest, heb ik hem ook eigenlijk daarna niet echt meer een kans gegeven. Maar sinds hij Fairy-type is, is hij wel vet. Nou, ik vond hem al vet toen hij gewoon Normal-type was. Ik zat van, oké, hij is nu Fairy-type. Mooi. Ik zat bijna in zo van, oké, had hem al meteen even gereprint. Had hem meteen Dark Fairy gemaakt. Ja, precies, weet je. Dan had hij meteen heel vet geworden. Nou, dat gaf hem net aan die... Nou ja, die extra mogelijkheden. Mm-hmm. Want hij is gefocust op heel veel biting. Dus had hij ook nog stab kunnen krijgen, bite, crunch. Ja. Ik weet niet, had hem iets beter gemaakt. Ik ben wel heel blij met Fairy. Want het is een van de weinige Pokémon's met Intimidate en Fairy. Dus... Mm-hmm. Ik vind hem altijd heel mooi om te gebruiken in Draft Leagues. Want niemand pakt hem. Nee, dan ben je altijd verzekerd van een Fairy type. Ja. Daar zit dat in. En is op zich is ook nog wel een goede cleric. Dus healing, find a wave. Maar ja. Hij zit in deze, dus ik moet het maar doen met een Alcremie. Precies. En het is ook wel eens leuk om zo'n Pokémon een keer te testen, zeg maar. Tenminste, ik heb hem nooit gebruikt, dus ik zou niet weten hoe die speelt. Nou, ik heb ook even geen idee, want hij ligt momenteel bij mij nu ergens onderin de lijst. Okay. Ik ga geen Alcremie gebruiken met Watergym. Nee, snap ik. Hij heeft wel een crash move, net zoals met Esper. Gewoon voor de zekerheid als er iets gebeurt met Gorgeist. Mm-hmm. Dan ben je ook zo iemand die ook gewoon voorbereidt van... Oké, dit is de Pokémon die ik ga gebruiken voor de gym. Maar als er iets gebeurt, dan heb ik ook nog deze. Nou ja, als het zo precies uitkomt wel, maar moet je net even geluk hebben hoe het uitkomt met welke Pokémon je mag vangen en zo. Kijk, ja. ik heb nu wel 4 elektrische types, dus ik heb, mocht er iets fout gaan met Yamper, zeg maar, dat ik nog iets van elektrische types heb. Alleen die zijn gewoon net niet sterk genoeg, zeg maar. We hebben net niet sterk genoeg aanvallen. Nee, precies. Ik ben altijd één stap te ver in deze watergym. Ik trek altijd één puzzel net iets te snel. Oh, die blauwe, zeg maar. Ja, ik denk, ja. Nu eerst de rode. Nee, eerst de gele. Dan pas de rode en dan de blauwe. Ik heb nog niet gezien welke Pokémon er kwam. Nee. Oh, Choodle. Dan ben je alweer bij de laatste. Ja, donker vrouwtje met een Choodle. Nou, ze zijn allemaal donkere vrouwtjes. Oh, dan wordt hij geen Bolthunt op tijd. Dat is jammer. Wat zijn er dan maar 3 trainers in deze... Ja, de gyms stellen niks voor, hoor. Puur even op basis van invulling van de personen. Heftig. Maar dan wordt het echt moeilijk zometeen de gymleader voor mij. Ik denk dat ik start met de Raboot om toch nog even wat damage te kunnen geven voordat ik bij de Dreadnought ben, zeg maar. Nee, fair enough. Nee, ik kan je enigeen het verhaaltje nog vertellen. Ik heb één aparte Nuzlocke gedaan in Sword and Shield. Mm-hmm. Dat je gewoon een collectie krijgt, dus je randomized Pokémon's in het begin. En met die Pokémon's moet je de game halen. Ja. Yeah. Nou, ik geef je een kleine indicatie van wat mijn team was. Wooloo, Diglett, bijna geen Evolve Mons. Die ging dood. Ja, dat snap ik. Enige wat ik nog over had was een Ductrio. Hoe ik een Ductrio door een watergym heb gekregen, geen idee. Nee, dat weet niemand. Maar het is gelukt. En toen ging ik bij Kabu dood. Ja, die wordt ook lastig. Alleen ja, die wordt überhaupt lastig trouwens. Ja, ik heb geen idee hoe ik Kabu ga doen. Maar ik zei tegen jou van, dan heb ik een water Pokémon. Maar Lantern is dan wel een water Pokémon. Alleen, ding is, hoe heet het? Surskit is bug, toch?
Surskit is Bugwater. Ja. Surskit. Ik bedoel Chinchou. Oh, Chinchou is water. Ja, sorry. Ik had twee verschillende door elkaar. Maar Chinchou is ook water elektrisch. Ja, precies. Ik haalde de twee door elkaar. Je mag hem alsnog gebruiken. Zolang ze maar de typing hebben, is het goed. Kijk, als wij af en toe gespeeld op een hele ingewikkelde manier. Ik raakte gewoon in de war met Surskit en Chinchou. Fair enough. Nee, maar er zijn ook monotype en avatar runs waarin jij geen, waar je puur in jezelfde type mag blijven. Dus ook geen gedeelde typings. Nee, ja, dat zou heel heftig zijn. Ja, dan is jouw enige mogelijkheid voor, nou ja, dan kan je heel veel mono-electrics types pakken in normal electrics. Mm-hmm. Maar water kan je dus nooit pakken. Nee. Was je eigenlijk al klaar met de puzzel of nog niet? Ja, ik loop nu het stadion in. Oké, ik nu ook. Dit wordt zo spannend. Ja, ik dacht, ik wacht even. Want ik vind het gaaf om met z'n twee direct het stadion in te gaan. Oh, ja, je moet zeggen. Wow. Hallo, Nessa. Helemaal goed, Nessa. Kan je even tegen je dreadnought zeggen dat hij me niet moet sweepen? Dan vind ik alles goed. Echt, hè? Oké, Goldeen. Goldeen moet toch lukken? Maar daar ben ik, dat is het enige waar ik echt bang voor ben. Dat het beest me zo meteen gaat sweepen met echt iets onnozels. Mm-hmm. Want ik heb eerlijk gezegd ook geen idee wat mijn Gorkheist eigenlijk is. Small, large, extra large. Mm-hmm. Dus het is maar even gokken. Nou, dat was de Goldeen. Oh, dit was echt een good call van mij. Zo. Kom op, even kritje. Kom op, even kritje. Volgende is een Arakuda. Oh, wil hij nou kritten? Dan word ik echt boos. Nee. Ik ben heel blij dat ik nog even een seedbomb heb kunnen fixen in de wild area. Hoppakee. Oké, de Goldeen is dood. Bij mij is ook de Arakuda dood. En laatst is Dreadnought. Jij gaat echt heel hard. Ja, ik heb een Gorkheist. Gorkheist is over het algemeen iets sterker dan een Yamperor en Electrike. Hey, ik was bijgewenst met een Gorkheist en een Trevenant. Beide zijn gewoon heel fijn. Mm-hmm. En dit rent al sneller. Ik vind het steeds wel raar dat het beest zo'n hoge speed heeft. Even kijken, want hoe hoog is de trend als speed, terwijl de game nog een kutje aan het doorlopen is van 2 minuten voor de Dynamax animatie. Speed van 74. Wat zo plat. Nou, dat is op zich aardig. Als je dan kijkt, is het best aardig hoog. Oké. Arakuda is dood. Oké. Door mijn nieuwe aanwinst, Chinchou, dus ik ben blij. Fijn dat ik die nog even heb kunnen vangen van tevoren. Ja. Want, heel eerlijk, denk jij dat dit was gelukt met jouw Yamper? Ja, het was wel gelukt. Nou, tenminste, ik moet er nog kijken hoe het nu gaat. Hè? Want Yamper heb ik nog helemaal niet gebruikt. En die ga ik er nu uitgooien tegen de Dreadnought, zeg maar. Ja. Dus daar moet het uit blijken. Als ik met mijn Yamper hem kan verslaan, zeg maar, dan had het ook wel gelukt zonder Chinchou. Maar, het moet nog zien. Ja, oké, Dreadnought is dood. Ik was even vergeten dat Dreadnought crunch had. Dus kreeg even Max Darkness op mijn kop. Oeh. Oh, en die heb je overleefd? Die heeft Gorkheist overleefd. Oh. Dat is wel best wel lucky. Nou ja, het was 50 damage, terwijl mijn Gorkheist 120 damage, 120 HP had als Dynamax. Dus. Okay. Ja, natuurlijk ook een evolutie Pokémon. Dat scheelt wel heel veel. Daarom baal ik dat het nog geen Boltund is. Misschien dat ik daar nog even voor moet trainen. Maar ja. Ja. Nou ja, wij hebben zometeen een hele mooie aanwinst in ons team. Want enig idee wat wij in de mine nummer 2 kunnen vangen? Ik ga even denken, ja, ondertussen. Ja. Je kan best wel veel vangen daar. Ja. Je kan Dwebble vangen, die kunnen we allebei vangen. Dwebble is niet daarin te vangen. Niet? Nee. Oh, dat dacht ik. Je denkt misschien aan Shuckle. Oh, hij deed zoveel damage. Dit wordt echt kut.
En ik deed echt weinig damage. Nee, Shuckle? Kunnen we daar vangen? Ja. Nou, als je Short had, had jij een Skrekker kunnen vangen, maar ja, niemand van ons heeft Swords. Dus, nee. Ja, dat gaat niet worden. Nee, degene die we kunnen vangen is Noibet en Wimpot. Ah ja. Ja, Wimpot ga ik niet gebruiken, want die heeft Wimpout. Dat vind ik super irritant. Maar Noibet is wel nice. Noibet kunnen we gewoon mooi in de box laten meenemen. Even kijken. Gorgeist, wat is jouw defense? Ja, oké, okay, ik heb volgens mij een middel. Oh, hij doet match dark. Misschien doet hij iets minder damage. Nope. Ja, oké, okay, nice. Hij doet iets minder damage. Oké, okay, okay, ik kan de Dynamax, als het goed is, kan ik de Dynamax turns allemaal uitzetten. Dat scheelt al een heleboel. En ik denk dat ik hem dan kan verslaan. Ja, hij doet weer match darkness. Oké. Max Darkness, ja. Ja. Even kijken, wat heb ik dan? Oeh, ik heb nu pas in de gaten wat mijn Esperas ability heeft. Infiltrator. Dus ignores barrier substitutes. Oké. Dat is wel nice. Golet, als ik een ability kan veranderen, ga ik dat echt doen. Want klut zuigt. Oh, hij miste. Wat een luck voor mij. Dat scheelt al een heleboel, ja. Oké, hij doet Razor Shell. Oh, wat? Hij crit me. Nee, wat een onzin is dit weer. Uh-oh, is er iets dood? Ja, Jamper. Oh. Nou ja, je hebt nog Electric. Ja, en ik heb dingen nog, Chinchou nog. Hey, precies, dus... Wacht even, had Chincho Volt Absorb of Water Absorb? Volt Absorb. Jammer. Ah, jammer. Nou ja, later is het handig dat hij Volt Absorb heeft, maar nu was een Water Absorb handiger geweest. Is ding is Dark trouwens, Dreadnought? Nee, is Water Rock. Oh, Rock. Dat is Fight ook super effective op. Ja. Oké, dan ga ik het anders proberen. Nee, ik had hem misschien nog wel kunnen halen met Pumpkaboo zelf. Maar ik ben bang dat Pumpkaboo geen Max Darkness had overleefd. Dus daarom even snel... Gorgeist fixen. Oh, hij is zo snel, hè, die Dreadnought. Wacht even, regent het? Niet meer. Ah, oké. Okay. Maar als het regende, was zijn speed nog hoger. Oké, zijn speed wel. Maar ik kan het niet riskeren, of wel? Ik zou op 1 HP moeten leven als hij mij nog een keer kan raken. En als ik kan raken, dan win ik hem. Spannend. Oh, hij is sneller. Kom op. Oh, hij mist. Nice. Oké, easy win. Nee, dat is niet waar. Maar het is ook niet zo moeilijk. Ja, easy win. maar ook niet zo moeilijk als dat ik van tevoren verwacht. Alleen baal ik wel van Jamper. Ja, maar dat is eenmaal het ding van Dreadnought. Hij kan meevallen, maar over het algemeen is het wel een goede fight om tegen te vechten. Mm-hmm. Gelukkig heb ik nu net dinges Chinchou, dus daar kan ik in ieder geval als vervanger van Jamper wel even mee door. Mm-hmm. Nee, precies. Maar ik denk dat jij nu met Ness hebt verslagen dat het een mooi einde is van de part. Dat denk ik ook. Zeker. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op de Subpar Guides, het kanaal van Jordi. En natuurlijk op dit kanaal. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.